ik Chantal zag, ik heb Chantal gezien natuurlijk op televisie. En toen ontmoette ik haar in het echt. En toen dacht ik, jij bent eigenlijk een jongen. Zij is eigenlijk een jongetje. En daarom klik wij, zij is echt gewoon... Maar dat is ook alweer het best bewaarde showbiz geheim. Ik heb jou wel in mijn leven gewenst. Eigenlijk had ik om Viola Holt gevraagd, maar ik kreeg dit. En ik heb nu net gehoord dat hij dit altijd al gevisualiseerd heeft. Kijk, bij Dance 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 beginnen we in de ochtend, zien we elkaar, drinken een beetje thee en zo. En dan langzaam, weet je wel? Gooi je erin, maar nu... Ja, moesten we in één keer weer... Ja, het zijn twee poppetjes, die zet je bij elkaar, zeg paren. Het grappige dat jij dat ook in je hoofd had, ik had ook paren gehoord. Ik weet zeker dat ze dat niet gezegd. Dan moet je weer naar elkaar zitten, maar daarna, alleen maar los. Ik zou bijvoorbeeld over Brabanders en Limburgenezen, wat is het? Nee, daar zou ik heel graag grappen over willen maken. Limburg ook goed. Ik heb zo'n slecht Limburgs-Brabants accent. Zo, zeg, hallo, zeg, hoe gaat het? Vienna! Doe eens wat jullie doen. Ik zou dicht wel een dag willen zien. Ik zou dicht wel een dag willen zien. Ik zou je dicht wel een dag willen zien. Het is soms ook typetjes. Ik zou nooit jou willen zijn. Oh, wauw. Want als ik jou was, dan ik de hele dag op mezelf zitten. De hele dag. Ik heb tieten, ik heb tieten, ik heb... Dat vind ik wel grappig. Nee, maar... Vrouw... Nee, maar kijk, jij bent natuurlijk al gewend dat je tieten hebt. Je hebt ze al gezien, je hebt ze trouwens. Maar anders zou ik de hele dag zo... Maar dat is denk ik wel wat mannen zouden doen als ze opeens vrouw zouden zijn. Ja. Maar dat zou ik wel andersom ook wel doen. Ja, ik ineens een man zou zijn. Chantal, even je broek omhoog. Ik wil dingen uitproberen. Ja. Is het nooit te bed zo, Marco? Nee.